Voordat u de autosnelweg wilt oprijden, was het effect u reeds bekend. Op een autosnelweg mag u echter alleen rijden als uw motorvoertuig tenminste 60 km per uur kan en mag rijden. Een motorfiets moet voorzien zijn van een duidelijk afleesbare en goed werkende snelheidsmeter. Inhalen geschiet links en bij het inhalen mag er geen gevaar of hinder ontstaan voor andere weggebruikers. In dit geval bent u te laat begonnen met de inhaalmanoeuvre. U bent het witte puntstuk al te dicht genaderd. Het is verboden om op een kruispunt stil te staan of te parkeren. Dit geldt ook voor het vragen naar de weg. Op autowegen is de toegestane maximum snelheid 100 km per uur, tenzij anders aangegeven. De voetganger is hier rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg. Afslaande bestuurders moeten alle weggebruikers die op dezelfde weg rechtdoor gaan altijd voor laten gaan. U rijdt hier in een 30 km zone en deze ligt meestal binnen de bebouwde kom. U mag hier dus maximaal 30 km per uur rijden. Keren valt onder de categorie bijzondere manoeuvres. Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, moeten alle weggebruikers voor laten gaan. Onder weggebruikers wordt verstaan iedereen die van de weg gebruik maakt. De knipperende gele verkeerslichten geven aan dat de verkeerslichten buiten werking zijn. U moet dan bijzondere voorzichtigheid betrachten bij het naderen van het kruispunt. U moet de regels toepassen conform de geldende voorrangsregels. Welke voorrangsregels gelden is afhankelijk van de wel of niet aanwezige verkeersborden. Op weggedeelten met tijdelijke vervangende gele strepen zijn de rijstroken vaak smaller. Houd rekening met wegwerkers en pas uw snelheid aan. Bord C14 geeft aan dat de rijbaan gesloten is voor fietsers en snorfietsers en gehandicapte voertuigen zonder in werking zijnde motor. Dit geldt dus niet voor bromfietsen. Het bord C14 geeft dus aan dat u bromfietsen op de rijbaan kunt verwachten. De borden C13 en C15 geven aan dat de rijbaan gesloten is voor bromfietsers. Door het voeren van verlichting kunt u zelf beter zien en wordt u door anderen eerder opgemerkt. Daarom is het verstandig en ook veiliger om overdag dimlicht te voeren. Het bord J27 wordt veelal geplaatst in beboste gebieden. En waarschuwt voor overstekend wild. U mag hier wel rechts afslaan. Deze pijl geeft een waarschuwing aan dat u moet stoppen als u links af wilt slaan. Als het zicht bij mist of sneeuwval, dus niet bij regen, minder is dan 50 meter, mag u mistachterlicht voeren. Bij zware regen is het voeren van mistachterlicht verboden. Zonder noodzaak uw waarschuwingslicht te ontsteken is verboden. Bovendien mag u een vluchthaven alleen in een noodgeval gebruiken. Parkeren zonder noodzaak is geen noodgeval, dus is parkeren op de vluchthaven niet toegestaan. Als u met de motor aan de hand loopt, valt u onder de categorie weggebruikers, dus iedereen die gebruik maakt van de weg. Afslaande bestuurders moeten alle weggebruikers die op dezelfde weg rechtdoor gaan, voor laten gaan. Dit is een eenrichtingsweg voor motoren en auto's. Als u hier per ongeluk bent ingereden, moet u uw fout herstellen en keren. U mag beslist niet doorrijden tot het volgende kruispunt, ook al zijn er geen tegenliggers. Bord J20 waarschuwt voor slipgevaar. Bord J4 betekent S-bocht eerst naar rechts, terwijl het bord J34 waarschuwt voor een ongeval. Het bord B6 betekent nader de rotonde voorzichtig en verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg. Als er geen bestuurders zijn, moet u wel voorzichtig naderen, maar hoeft u niet te stoppen. De volgafstand tot uw voorganger moet minimaal 2 seconden zijn. Dit noemen we de 2 secondenregel. regel Aan de zijkant van de weg staan regelmatig voorwerpen zoals verkeersborden, bermpaaltjes, bomen of lantaarnpalen. Neem zo'n punt om te bepalen of uw volgafstand voldoende is. U mag nog van rijstrook veranderen, mits u niemand hindert. De blokmarkering staat daartoe. Let wel, u voert een bijzondere manoeuvre uit. Bij het uitvoeren daarvan moet u het overige verkeer voor laten gaan. Als regel haalt u altijd links in. In sommige situaties is rechts inhalen echter toegestaan, zoals rechtsrijdend van de blokmarkering als er in file wordt gereden, vlak voor of op rotondes, of bij het inhalen van een tram als rechts voldoende ruimte is. Het is verboden om in te halen op weggedeeld waar een inhaalverbod is aangegeven. Het bord F1 geeft een verbod aan voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen. U rijdt hier over het witte puntstuk en deze hebben in hoofdzaak een geleidende functie. U mag nooit rijden op of invoegen via het puntstuk. Een verdrijvingsvlak is een gedeelte van de rijbaan waarop schuine strepen zijn aangebracht. U mag nooit op een verdrijvingsvlak rijden of voorsorteren. U mag deze weg inrijden. Het onderbord geeft aan dat deze eenrichtingsweg alleen geldt voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen, dus niet voor tweewielige motoren. Een motorfiets met zijspan mag deze weg dus niet inrijden. Groot licht kan uw tegenligger verblinden en is dus niet toegestaan, ook al voert uw tegenligger wel groot licht. Standaard moeten motoren voorzien zijn van een linker achteruitkijkspiegel. Voor snelle motoren geldt tevens dat ze moeten beschikken over een rechterspiegel. Op een autoweg of autosnelweg mag u harder rijden dan 80 km per uur. Dit is geen autoweg of autosnelweg, omdat langs die wegen nooit een fietsstrook voorkomt. Motoren zijn niet keuringsplichtig. Er geldt dus geen periodieke APK-keuring voor motoren zoals bij personenauto's. Een verdrijvingsvlak is een gedeelte van de rijbaan waarop schuine strepen zijn aangebracht. Deze zijn aangebracht om verkeer naar een ander rijbaangedeelte te leiden. U mag zo niet voorsorteren, omdat verdrijvingsvlakken niet gebruikt mogen worden. U hangt met uw schouder voor een gedeelte boven de linkerweghelft. Dat is gevaarlijk bij het tegemoetkomend verkeer, omdat zij hier niet op bedacht zijn. Uw rijinstructeur zal u verdere uitleg geven. Omdat u uiterst rechts op de vluchtstrook staat, is dit een goede plaats om uw motor te repareren. U moet dus zo ver mogelijk van de rijbaan staan. Bij het niet meewerken aan een ademtest, bloed- of urineproef. Is de politie verplicht het rijbewijs in te vorderen, ook al heeft u niets gedronken? U bent te alle tijden verplicht om aan een ademtest mee te werken. U mag uitsluitend aan de linkerkant van de weg wachten. Het parkeerverbod geldt hier alleen voor de rechterkant van de weg. U mag binnen een erf niet overal parkeren. Motorvoertuigen en brommobielen mogen alleen parkeren op plaatsen die zijn aangeduid met het bord E4 of in een parkeervak aangeduid met de letter P. Parkeren is verboden op alle plaatsen waar het ook verboden is om het voertuig stil te laten staan. Het is dus ook verboden om bij een bushalte stil te staan. U mag er wel een passagier op of af laten stappen, maar niet parkeren. Het bord J8 geeft aan dat u een gevaarlijk kruispunt nadert en vertelt verder dat voorzichtigheid is geboden. U moet dan alle bestuurders die van rechts komen voorrang verlenen. Als voor linksafslaand verkeer een groene pijl zichtbaar is, moet alle tegemoetkomend verkeer stoppen voor rood licht. Een pijl in het verkeerslicht geeft aan dat de situatie in principe conflictvrij is.